drie prachtige auteurs te gast. Er zijn er twee die helemaal uit Nederland komen. Dat zijn Nico Dros en Gerda Blees. Maar we starten met een auteur van iets dichterbij, wat zeg ik, van heel dichtbij. Hij is afkomstig uit Brugge. Wellicht kent u hem ook, misschien wel persoonlijk. In elk geval geeft u om te beginnen een warm en aanmoedigend applaus aan Robert de Vriend. Goedemorgen Robert, zet u rustig in de zetel. De microfoon die staat al aan. U mag test zeggen. Test. Voilà, en u hoort het allemaal prima. Dus, dat is al een goed begin. We zijn vertrokken. Ja, Robert de Vriend, vele mensen kennen u als beeldend kunstenaar, maar u bent auteur, hè, en wel omdat u dit boek hebt uitgegeven. Maxim's Obsessie heet het. Waarover gaat het? Ja, waarover gaat dat boek? Het is intussen al een tijdje geleden dat ik het geschreven heb. Maar u herinnert het zich vast nog wel. Ja, het begint terug te komen. Nee, het gaat over, in feite over een schilder, een kunstenaar, die het kunstwereldje voor bekeken houdt. En die stopt met zijn galeriehouder. Hij stopt de samenwerking en hij vlucht de natuur in. Omdat die galeriehouder vrij opdringerig is en altijd maar dingen vraagt aan Maxim. Dus hij vlucht de natuur in en hij trekt zich terug. En eigenlijk wil hij eindelijk eens een beetje leven zoals de personages die hij geschilderd heeft, maar dan in het echt. Dus hij trekt zich terug in twee caravans, in een boshut. En wat doet hij daar? Hij maakt daar een soort decor, een nieuw decor voor zijn nieuw leven. Dus hij vindt dingen, onbenullige dingen die hij mooi vindt. Een t-shirt, een lint, een schoen. Hij vindt dat in dat bos. Hij neemt dat allemaal mee naar de boshut. En daar stelt hij dus een soort decor, een nieuw decor samen. Naderhand bent hij ook... Robert, de mensen van het geluid vragen dat u de microfoon iets dichterbij houdt. Ja. Dus op een bepaald moment nodigt hij ook mensen uit. Mm-hmm. Mensen die hij niet schildert, maar wel bekijkt. Dus de mensen kunnen naar zijn boshut komen en ik bekijk hen dan. En hij, als een voyeur in feite, als een goedmoedige voyeur. En dus op een bepaald moment komt de galeriehouder dan toch op de proppen. Maar Maxim gaat er weer niet op in en hij blijft dus op het domein. En wat gebeurt er dan allemaal? Dan op een bepaald moment gaat hij dan toch weer beginnen schilderen, maar mag het ook niet te lang maken. En moet ook nog niet alles verklappen. Nee, ja. Maar hij begint dan opnieuw te schilderen toch. En dan gaat hij dan tenslotte ook terug naar zijn atelier. Mm-hmm. Maar intussen gebeuren er alle soorten dingen die te lang zijn om te vertellen. Eerst. Nee, en ja, die ook wel in het boek staan en waarom het ook de moeite is om het te lezen. Ja. Dat uitgangspunt, Robert, een kunstenaar die de boel laat en die zegt, ik ben ermee weg. Ja, de vraag ligt voor de hand, aangezien u zelf ook kunstenaar bent. Hebt u dat ooit gedacht van, het is goed geweest, ik ben weg, ik trek de natuur in? Is dat een gevoel of een aandrang die u herkent? Misschien denk ik dat wel elke dag. Omdat er is een enorme discrepantie tussen de galeriewereld en de kunstenaar. Maar elke dag besef ik ook dat niet kan. Dus maar in dat boek heb ik dat kunnen verbeelden, heb ik dat kunnen waarmaken. Om te kijken wat dat gaf. En zelfs in dat boek, op den duur, gaat die kunstenaar die zich teruggetrokken heeft, dan toch terug naar zijn atelier. Dus. U zegt, ik voel dat bijna elke dag. Ja, hoe moeilijk is het om daarmee te leven? U leeft als kunstenaar, ja, u werkt daardoor ook met een galeriehouder, want dat is nu eenmaal praktischer, denk ik. Ja, hoe moeilijk is dat om dat elke dag weer te beseffen van... Voelt ja, maar eigenlijk allemaal. In feite gaat het daarover. Dus we worden geboren, we komen in een soort van context terecht, een soort regie. Alles is in gereedheid gebracht, het decor staat daar, we mogen 60 kilometer per uur rijden, we moeten in zo'n huis wonen, we moeten zo'n zonnepanelen hebben. Alles is geregeld. En dus zowel schilderkunst als literatuur is een middel om te ontsnappen. In feite is het een soort van vluchtroute. En die wil om te ontsnappen is zo sterk dat dat al het andere overstijgt. Dus ik kan niet anders om dat te doen, om het leefbaar te houden. Want soms kan ik me maateloos ergeren aan de lelijkheid van de dingen. De lelijkheid van de huizen, van de straten, van,
vreselijk. En Vlaanderen is denk ik wel heel erg, denk ik. Maar dus in dat boek, daarom gebeuren dingen ook in de natuur. In dat boek zijn er eigenlijk wel heel veel dingen heel mooi, denk ik. Ook de onbenullige zaken die het hoofdpersonage vindt. Is kunst voor u dan ook een manier om toch die vrijheid te vinden, die u misschien niet vindt omdat u zich ingeperkt voelt door de regels die het leven ons oplegt? De vrijheid. Ik denk dat het een soort van een illusie zoeken is. Dus in feite, het hoofdpersonage is op zoek naar een illusie. Een illusie die hem drijft. Maar achteraf, aan het eind, ik mag natuurlijk niet te veel vertellen, maar dan beseft hij inderdaad dat het een illusie is. Maar toch drijft het hem. We hebben dromen, we hebben illusies nodig. Hoe dom ze ook zijn, hoe als je nu prentjes uitknipt uit tijdschriften, of als je nu schildert, of als je nu zingt. Het zijn allemaal in feite illusies om de wereld mooier te maken, beter te maken. Ja, ik wilde ook vragen van, ja, Maxim die verzamelt objecten, zoals u al zei. Hij nodigt ook willekeurige mensen uit om bij hem in die boshut te komen poseren. Of die moeten dan een haar lokken en zo verder. U zei van, ja, Maxim is een soort van voyeur, maar wat is eigenlijk de bedoeling? Want de lezer weet dat niet echt, hè. Komt daar een boek uit voort? Gaat dat een film worden? Heeft Maxim toch nog gewoon behoefte aan menselijk contact? Waarom doet hij dat? Omdat hij een zelfde casting wil doen van zijn leven. Dus normaal worden we omringd door mensen. En mensen geven soms niet alleen goede, maar ook soms slechte invloeden. En daar op die site kan Maxim zelfde cast doen. Kan zijn, die persoon komt niet. Zelfs als je iemand uitnodigt, dan gebeurt het dat hij ze meteen wegstuurt. Omdat hij denkt, oei, mijn domein zal bezoedeld geraken. Dus die komt er niet in. En de gasten die hij uitnodigt, dat zijn, behalve één personage, Edith, dat is echt een vrouw van vlees en bloed. De anderen zijn, ja, die worden een beetje bepaald door hun beroep. Dat is de pooier of de taxidermist. De para, die heeft een naam, die heet Jurgen. Oh, Jurgen, ja. Eén keer, dat komt er één keer in voor. Ja. Dat geheel terzijde. Wat hebben die personages eigenlijk allemaal gemeenschappelijk? Zijn ze allemaal op zoek, ook zelf, naar schoonheid, naar de werkelijkheid? Of wat verbindt hen? Ik zoek daar ook achter. Maar ik denk dat die personen zich allemaal verhouden tot schoonheid. De pooier gebruikt schoonheid. De taxidermist vereeuwigt schoonheid. Dus iedereen heeft een bepaalde houding. Dan bijvoorbeeld die Edith de lingerieontwerpster wil de mensen mooier maken. Heel sensuele dingen maakt ze. Dus iedereen heeft een bepaalde verhouding tot schoonheid. Mm-hmm. Om op die taxidermist terug te komen, ja, ik kan daar niet omheen. Er staat een prachtige foto op de cover van een opgezette wolf. Achteraan in het boek staat ook een foto. Ik denk dat u dat bent. Ja, ik denk het ook. Ik weet niet of het in uw atelier is, of dat het ook een opgezet decor is, of een opgezet decor, een gefabriceerd decor. Maar in elk geval staat er ook een opgezette vogel op die foto. Wat fascineert u aan die taxidermie, aan die opgezette dieren? Ik denk weer het feit dat een opgezet dier is eigenlijk een illusie. Een taxidermist kan ook de schoonheid stilhouden. Als er een vogel voorbij vliegt, dan zie je dat niet. Maar de taxidermist kan dat stilhouden en dan kun je daar echt naar kijken. Kun je dat echt proberen te doorgronden eigenlijk. Hebt u die vogel zelf? Is dat een... Ja, maar ik heb een paar van die dingen. Maar ik heb zo'n vriend die duizenden opgezette beesten heeft. En het is altijd een verademing om daar eventjes, ook een beetje horror soms, maar toch een verademing om daar even rond te lopen. Ja, horror zegt u, dat kan ik mij voorstellen. Ik ben een jaar geleden ook naar een tentoonstelling geweest in Stekenen, was dat, waar er ook heel veel opgezette dieren stonden. Ook in een kast, een glazen kast, stonden er allerlei opgezette vogels bij elkaar. Dat was heel fascinerend, maar toch ook wel een beetje eng, vond ik dat ook. Dat is dubbel, toch? Ja, dat heeft het ook, ja, dat is waar. Dus vandaar is dat ook iets moois om te kunnen gebruiken. Ja. Welke rol speelt Edith, de lingeriemaakster, in het boek? Wat betekent zij voor Maxim?
Nu moet ik even nadenken. Ja, zij komt, ik vraag dat, dames en heren, omdat zij iets vaker langskomt dan de andere personages die we daar straks hebben besproken. Ja, in feite ontstaat er een soort van plusminus intieme band. Mm-hmm. Zij kan ontsnappen aan het decor thuis, bij de notaris. En bij Maxime krijgt ze heel veel aandacht. Dus dat schept automatisch een bepaalde band. Maar natuurlijk, het is moeilijk om dat misschien uit te leggen, maar het is wel zo dat aan het eind van het boek toch iets duidelijk wordt over die Edith. Mm-hmm. Maar ik weet niet, mag dat zijn, mag dat niet zijn? Ik zou dat niet doen. Boekhandel De Reigeren staat hier namelijk ook met een stand buiten de zaal waar de boeken verkocht worden. Dus, voor mij is het zeer moeilijk om iets over dat boek te vertellen, omdat ik weet dat ik meteen dingen blootgeef. Ja. Dus, Nu, u zegt dingen blootgeef. Ik vraag daar ook naar, omdat ik vind dat uw boek ook is opgebouwd als een soort van patchwork met verschillende scènes. Mm-hmm. En tussen die scènes, is er een halve lege pagina, maar is er ook in het hoofd van de lezer een leegte die u niet altijd opvult als mm-hmm. auteur. Ja. Is dat specifiek uw bedoeling geweest, dat de lezer zelf met zijn fantasie een aantal dingen moet bedenken tussen de scènes door? Ik vind het zeer belangrijk dat de toeschouwer zijn eigen fantasieën en zijn eigen betekenissen geeft. Zelf ben ik een heel aparte boekenlezer. Ik lees bijvoorbeeld 4 of 5 keer hetzelfde boek, of 10 keer. Of 10 keer een passage. Want ik denk altijd, we luisteren naar muziek en we luisteren 100 keer naar die cd, maar waarom lezen we maar 1 keer een boek? Ik begrijp dat persoonlijk niet. Soms lees ik bijvoorbeeld De 8 Bergen. Van Paolo Cognetti? Ja, een deel ervan. Gewoon die mens wandelt in de Alpen. En dan voel ik me eventjes in de Alpen. En dan de volgende heb ik geen zin om in de Alpen mee te bevinden. En dan lees ik bijvoorbeeld Into the Wild of zo. Dus ik weet nu niet meer goed wat dat je vraag was. Maar in elk geval... Het opvullen van de scènes of van de leegtes in het boek ik vind met dat je eigen fantasie. Dus je kunt ook als lezer een bepaald hoofdstuk lezen en dan stoppen. Of dan terug beginnen te lezen, van iets anders lezen. Dat kan eigenlijk ook. Ik verwacht niet dat elke lezer dat boek van A tot Z leest. Mm-hmm. We leven in zo'n jachtige tijd dat heel veel gevraagd is van de mensen, denk ik. Ik heb het uitgelezen en ik vond dat geen opdracht. Ja, dan is het goed. Oké, dank u. Ik weet niet of u het zelf heeft opgemerkt, Robert, maar u zei daarnet toen ik vroeg naar de lezer en de fantasie, ik wil dat de toeschouwer en zo verder. Toeschouwer, dat is iemand die kijkt naar uw werken. Ziet u een parallel tussen uw schilderwerken, uw schilderijen en het boek dat u nu geschreven hebt? Ja, absoluut, denk ik. Wat is de gelijkenis tussen schilderen en verhalen vertellen? Ik denk... moet ik eventjes nadenken. Ik denk, als je schilderijen maakt, dus in mijn geval, ik combineer schilderijen met elkaar. Dus dat is een serie dat u vaak maakt? Ja, serie, dan kun je iets fantaseren. Maar je bent nooit zeker dat het exact dat is wat je... De kunstenaar is nooit zeker dat overkomt wat dat hij wilt. En de toeschouwer is ook nooit zeker wat dat de bedoeling is. Dus er is altijd een soort van onzekerheid. Iets dat je niet kunt grijpen. En bij de verhalen die ik geschreven heb, of bij het verhaal, is dat ook zo dat je kunt afvragen, maar waarom schrijft hij dat eigenlijk? Wat is nu zo belangrijk om dat te schrijven? En ik denk dat je in feite als schrijver of als kunstenaar altijd rond de dingen cirkelt. Je kunt nooit de dingen echt vastnemen. Je kunt nooit echt iets zien. Als ik naar dat glas kijk, dan zie ik een glas water. Maar als ik echt begin te staren naar dat glas, echt kijk, dan zie ik iets dat ik niet herken. Dus ik weet niet of het duidelijk is wat ik zeg. Ja, maar... ik denk dat u als kunstenaar probeert om de essentie van iets te vatten, maar dat zo moeilijk is dat je niet naar de essentie zelf gaat, maar daar misschien rond blijft hangen, waardoor die essentie meer duidelijk wordt. Nooit iets compleet begrijpen. Mm-hmm. Grijpen er altijd naast. Ja. En het is ook zo, mensen denken van hoe meer dat je naar iets kijkt, hoe beter dat je het begrijpt. Maar dat is niet waar, dat is omgekeerd. Op een bepaald moment herken je niets meer. Dan is alles vreemd.
Dus ik weet niet of je dat ook al meegemaakt hebt. Maar dus bijvoorbeeld, je staat bijvoorbeeld 's nachts op en je ziet dan de meubels en in een heel ander context. En je denkt dat wat is dat, welke vormen zijn dat, waar bevind ik mij door? Dat bevreemdende, dat is wel een belangrijke factor, denk ik. Ja, u hebt als auteur en ook als schilder contact met de lezer of met de toeschouwer. Als ik u nu die uitleg hoorde geven, denkt u dat er dan echte communicatie mogelijk is? Of is dat, blijft daar toch nog ook altijd een misverstand mogelijk? Ja, die misverstanden, ik speculeer daarop. Ik bedoel, we kunnen elkaar nooit begrijpen, er is nooit echt contact. Zinnen zijn formules, woorden zijn formules. Wat dat echt leeft van binnen in je lichaam, wat dat er staat te trillen, zoals nu ongeveer, dat kun je nooit echt weten. Het is een vertaling van gevoelens, denk ik. En is dat jammer? Vindt u dat jammer? Of is dat iets waar u zich bij neerlegt en waarvan u zegt, zo is het en ik aanvaard dat? Dat is de realiteit. Daar moet je leren mee leven, denk ik. Mm-hmm. Ja, ik denk dat wel. Ja, we hebben het over schilderkunst gehad, over literatuur. Ja, u bent al uw hele leven aan het schilderen. Nu hebt u dit boek geschreven. Waarom wou u zo graag schrijven? Wat kan u in literatuur kwijt dat u niet kwijt kan in de schilderkunst? Ja, ik denk dat het te maken heeft met inderdaad dat je nooit bij de dingen zelf kunt geraken, dat er een soort frustratie is en dat het schrijven een andere manier is om proberen dingen te zien, maar dat lukt dan ook niet. Misschien moet ik nu muziek beginnen maken of iets. Maar dus we kunnen nooit echt bij de dingen geraken. Het is gewoon een soort van frustratie. En ook de romantische gedachte van het moest geschreven worden gewoon. Want een boek schrijven is natuurlijk niet iets dat je doet in een namiddag. Dat is echt een vreselijk werk, vind ik. Ja, dat wou ik vragen. Hoe was het om dat te doen? Ik vind dat echt werken in feite, toch wel. Op een duur begin je te twijfelen aan elk woord, elke zin, elk komma, elk punt. Mensen kunnen zich niet voorstellen welke energie dat vraagt. Hoe lang hebt u daarover gedaan om het ik te maken? Vier à vijf jaar, toch? Ja. Ja. Met het af en toe neer te leggen. En dat ja, absoluut. Tuurlijk. Ja. Ik heb niet de hele dag geschreven. Nee. Ja, oké. Okay. Zo erg is het nu ook weer niet. Nee. Had u dat verwacht, dat dat zo moeilijk zou zijn? Of zoveel tijd en energie zou opslorpen? Misschien wel, ja, want schilderen is ook zoiets. Schilderen is iets dat inderdaad... mensen zien een beeld, maar ze zien niet wat er achter dat beeld zit. En welke gedachten hangen, welk concept... Nu nog kan het me soms verbazen dat mensen bijvoorbeeld... Ik schilder bijvoorbeeld een auto en een bos. En die kijken en die zeggen, ah kijk, dat is een bos. Ah kijk, dat is een auto. Maar ze leggen niet de connectie tussen de twee. Misschien is er daar een connectie. Misschien gebeurt er iets in dat bos. Misschien gebeurt er iets in die auto. Maar mensen, veel mensen blijven haperen bij dat ene beeld. We zijn dat zo geleerd geweest. Hè? Mm-hmm. Van dat één beeld te kijken. Terwijl, wat gebeurt er tussen de dingen? Dat is belangrijk, vind ik. Tussen de beelden. En dan moet je ook weer je verbeelding en je inlevingsvermogen gaan gebruiken. Dat is natuurlijk energie. En we zien duizenden beelden per dag op Instagram, op sociale media. Dus ja, dat vraagt wel iets eigenlijk. Eigenlijk echt naar schilderij kijken is niet iets dat je in twee seconden doet. Hè. Nee. En echt een boek lezen of een boek schrijven ook niet. Nee, absoluut niet. Is het voor herhaling vatbaar voor u, een roman schrijven? Een roman niet meteen, maar ik ben wel bezig. Maar ik heb er eigenlijk in feite als je... dat boek goed zou lezen, dan kun je heel veel dingen herkennen van mijn schilderijen en zo. Dus in feite heb ik daar heel veel in gezegd. En schrijven is ook natuurlijk met taboes omgaan. Hoe ga je met taboes omgaan? Iets schrijven is ook veel dingen niet schrijven. Dus dat zit daar allemaal in. En wat was je vraag weer al? Of het voor herhaling vatbaar was. Herhaling vatbaar. ik ben nu bezig met een aantal kort verhalen, maar ik zie wel. Ik zet daar geen stress achter of zo. Ja. Maar dus u blijft schrijven, u blijft schilderen. Ja, dat is een obsessie ook. Maxime's obsessie, dat is eigenlijk Robert's obsessie, denk ik. Prachtig, ja. Ik moet u ook niet vragen wat kunst voor u betekent, want ik denk dat dat voor u eten en drinken is en levensnoodzakelijk. Ja, dus die obsessies staan niet voor niets op de cover, denk ik. En het is ook wel zo, in dat boek kun je toch voor één keer, denk ik, in de ziel kijken van een kunstenaar. Voor één keer, want ik ken eigenlijk weinig romans die geschreven worden door een kunstenaar. Dus
Als er al geschreven wordt over kunstenaar, dan is dat meestal door auteurs. En meestal zit dat er helemaal naast. Maar nu kun je echt de fantasieën zien, de personages zien die een kunstenaar in zijn gedachten heeft. En dat maakt het... Ik vond dat wel heel belangrijk om dat toch eens neer te schrijven. Ja. Oké. Dank je wel om dat allemaal met ons te delen. Voor de mensen die niet alleen nieuwsgierig zijn naar het boek van Robert de Vriend, maar die ook wel nieuwsgierig zijn geworden naar de schilderijen, naar de kunstwerken, kan ik u aanraden om vandaag zo meteen na Lees Meer snel in de trein of in de auto te springen en u naar Kortrijk te reppen. Want daar is het vandaag nog de Triennale voor Actuele Kunst, waar 32 schilderijen van Robert de Vriend nog te zien zijn. En het is de allerlaatste dag, dus die moet zich wel haasten. Dankjewel, Robert de Vriend, om hier bij ons te zijn. Geeft u hem een applausje, zou ik zeggen. APPLAUS